Journalist Jason Pinas heeft de rechtszaak gewonnen tegen de drie lijfwachten van vicepresident Ronnie Brunswijk. Het Openbaar Ministerie had 8 maanden voorwaardelijk en 3 jaren proeftijd geëist. Het is 3 maanden en 3 jaren voorwaardelijk geworden. Dat betekent dat ze niet in de bak hoeven. De schadevergoeding van 28.000 SAD is ook toegewezen. Erwin Kanhai, advocaat van de verdachten, zal waarschijnlijk in appel gaan tegen de uitspraak. Pina zegt dat hij vanaf het begin heeft aangegeven dat hij de waarheid spreekt. Hij is blij dat het recht heeft gezegevierd. De rechter is duidelijk geweest in zijn vonnis. Ik heb niet gelogen, ik heb vanaf het begin de waarheid verteld. Ik heb niks gedaan met de vicepresident. Ik had nooit de intentie om in zijn auto te gaan. Ik heb foto's gemaakt vanuit de afstand. Dat is overigens ook gebleken uit de beelden hoor. En de rechter is heel duidelijk daarover geweest in zijn vonnis. Die advocaat was er vandaag niet? Nee, ze is in het buitenland. Maar ze heeft zich wel laten vertegenwoordigen. Ik ben ook blij dat er eindelijk een vonnis, en ik zeg eindelijk omdat er 6 maanden vooraf zijn gegaan met een heleboel twijfels, mensen die niet erbij waren, met zoveel verhalen komen. Eigenlijk zou je wel denken dat zou je wel willen zeggen dat de mensen die er niet bij waren, het beter weten dat wij die wel aanwezig waren. Wish Mohani Thomas, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, is tevreden met de uitkomst van deze zaak. Pinas is in december vorig jaar door 3 lijfwachten van de VP mishandeld. Ze hebben hem tegen de grond gegooid, geslagen en zijn telefoon hardhandig afgepakt. In de Nationale Assemblee heeft Brunswijk verklaard dat Pinas tot in zijn auto was gekomen, wat heeft geleid tot het optreden van de lijfwachten. De zaken die zijn geëist is ook toegekend, dus we kunnen zeggen we zijn tevreden. De 3 verdachten, de beveiligingsmannen in deze kwestie zijn veroordeeld. 3 maanden voorwaardelijk en 3 jaar proeftijd, wat eigenlijk betekent dat ze de bak er niet in hoeven, maar ze hebben dan wel een strafvonnis op hun naam. Jij als SVJ, zijn jullie tevreden dat zulke zaken worden afgestraft wanneer mediawerkers eigenlijk worden mishandeld of als er onrecht wordt aangedaan? Ja, zeker wel. Want hiermee wordt tegelijkertijd een duidelijke boodschap naar buiten gebracht en gegeven van hou je handen of met je handen afblijven van journalisten. Ze doen hun werk en de hele zitting is en de zaak is duidelijk geweest dat de journalist in deze Jason Pinas gewoon daar was om zijn werk te doen en dat er ook een bepaald beeld is geschept alsof hij in de auto van de vicepresident wilde gaan. Dat is helemaal niet eens het geval geweest. De beelden hebben dat aangetoond en we vinden alleen jammer dat hij op een gegeven moment in het kwaad daglicht werd geplaatst alsof hij jokt of en hij aan de verhaal heeft of gepresenteerd. Pina zegt dat het belangrijk is, dat het belangrijkste voor hem is dat zijn naam is gezuiverd. In de rechtszaal is de waarheid verteld. Ik ben niet in de auto van de vicepresident geweest. Ook de verdachten hebben aangegeven dat hun optreden niet juist was. 2 van de lijfwachten hebben zich in de rechtszaal bij mij verontschuldigd. Ik vraag de vicepresident om ook te corrigeren, besluit Pinas. De Suriname Hospitality and Tourism Training Center, SHTTC, heeft vanmorgen een info- en opendag gehouden. De SHTTC heeft als hoofddoel het trainen en opleiden van personen die willen werken in de hospitality- en toerismesector. Met het trainen van mensen wil de SHTTC hun competenties en de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. In de ruimste zin des woords. Als je voor certificaat gaat, dan zijn de vakken alleen keukentheorie en keukenpraktijk en warenkennis. Maar als je zegt nee, je wil voor diploma gaan, dan ga je wel dit moeten volgen. Keukenpraktijk, keukentheorie, warenkennis, bedrijfsrekenen, algemeen vorm, Nederlands, Engels en ICT. En bij die kokniveau 3 is hetzelfde ook. Je gaat ook voor een certificaat of voor een diploma.
en dat is ook 1800 SRD. De SHTTC probeert op deze manier de groeiende hospitality- en toerismesector in Suriname te voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel. Shahoufa Abdul, waarnemend onderdirecteur van SHTTC, vertelt waarom deze infodag is gehouden. Deze infodag houdt in dat de studenten die in de toekomst willen werken binnen de toerismebranche eigenlijk ook gericht kunnen studeren. En de SHTTC is daarvoor opgericht. En de studenten hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van deze infodag om zoveel als mogelijk informatie te verschaffen en te kijken van welke studierichting zij kiezen en welke richting ze in de toekomst willen gaan of wat ze willen worden binnen de samenleving. En daarvoor biedt deze infodag om zoveel als mogelijk informatie te krijgen. Abdul geeft verder aan dat SHTTC het toonaangevende toerisme trainingscentrum in Suriname wil zijn ten behoeve van alle actoren in de hospitality- en toerisme sector. Zij vertelt over de verschillende opleidingen die de SHTTC verzorgt. Wij zijn een opleidingsinstituut waarbij we studenten opleiden gericht op competentie, knowledge en attitude. En we hebben de mbo-school, dat is een 3-jarige opleiding. En daarnaast hebben we ook trainingen en de koksopleidingen. Dus het is dan de mbo-streaming, die is dan het eerste jaar een algemene leerjaar. En dan gaan ze dan hun streaming kiezen welke richting ze kunnen gaan. En op basis daarvan gaan ze het derde leerjaar hun stage lopen. En dan als ze verder willen studeren, kiezen ze daarvoor. En ze kunnen ook dan gelijk binnen het bedrijfsleven werken. En wie kan zich dan allemaal aansluiten bij SHTTC? Nou, wie zich kan aansluiten, dan zou ik zeggen aan ieder die interesse heeft binnen de toerismebranche. Maar natuurlijk hangt dat helemaal vanaf. Ik zou niet zeggen van, ja, kom maar inschrijven. Er zijn procedures wat gehanteerd worden. De SHTTC heeft een uitgebreidere koksopleiding niveau 4 die in oktober van start gaat. De opendag is gehouden op het complex van de SHTTC aan de Gravenbergstraat. 60 jaar betekent niet dat wij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en dan onze hand moeten openhouden voor AOV. Aan het woord is de directeur van de Torarica Groep, Dave Bukke. Hij sprak gisteren bij de viering van de jaardag van de hotelgroep. Volgens Bouke zal het bedrijf juist proberen om meer te geven in plaats van te nemen. Dit jaar bestaan de hotels Torarica Resort, Royal Torarica en Eco Resort samen 100 jaar. De directeur bleef stilstaan bij enkele mijlpalen van de Torarica Groep en de Torarica Community Fund. Zo is Torarica gegroeid van een 82 kamers tellend hotel naar een met 357 kamers. Wellness facilities, pier, tennisbanen, conferentiefaciliteiten, een aantal restaurants en bars. En we zijn niet weg te denken, denk ik, uit de Surinaamse gemeenschap. Ik denk iedereen heeft wel iemand, oom, tante, vader, moeder, neef of nicht, die wel een event, zij het getrouwd, zij het een receptie, heeft gehad in een van onze faciliteiten of in een van onze hotels. Dus ik zei het al, we zijn niet weg te denken. En we moeten zeker de mensen die aan de wieg hebben gestaan, bij in ieder geval het visionair leiderschap en de ontwikkeling en de groei van dit bedrijf moeten we en Torarica hebben eigenlijk geleid door ook heel moeilijke jaren als we denken aan de 80er jaren en er waren zeker ook een aantal jaren in de 90er jaren waar het ontzettend moeilijk was die ons door deze periode hebben geleid. Dus daar zijn we ontzettend dankbaar voor en die mensen bedanken we ook. Denken aan de geestesvader van Torarica, meneer Wijngaarden, en zeker ook meneer Robles, die langer dan 30 jaar hier aan de leiding van dit bedrijf heeft gestaan. Bij de viering gisteren heeft ook de lancering van de campagne A Century of Hospitality plaatsgehad. Daarbij hebben verschillende instanties een donatie ontvangen. Bouke bleef in zijn toespraak ook stilstaan bij de toekomst van het bedrijf.
Volgens hem zien de huidige bestuurders nog genoeg kansen voor Torarica om verder te groeien. In eerste instantie lokaal, maar op termijn zeer zeker de vleugels uitslaan. In eerste instantie in de regio en wellicht nog verder dan die regio. Waarbij onze missie om de huiskamer van Paramaribo te zijn en te blijven overeind staat. Ja, en onze aspiratie, die heb ik zojuist reeds verteld, die huiskamer te exporteren naar het buitenland. Ons personeel, ik wil het nogmaals benadrukken, staat in deze branche aan de basis voor alles wat we doen. En de passie waarmee ze deze dienstverlening elke dag tot stand brengen, waarderen we enorm. They know what it means to be a Torarikaan. Dave Buke, directeur van de Torarica Groep, gisteren bij de viering van 60 jaar Hotel Torarica. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vandaag officieel 5 praktijklokalen op het praktijkcentrum Lelydorp in gebruik genomen. De opening is gedaan door president Chandrika Prasad Santokhi en minister Marie Levens. De 2 nieuwe praktijklokalen zijn bestemd voor de richtingen bouwkunde en werktuigbouwkunde en de 3 gerenoveerde lokalen voor de praktijkvakken elektrische montage, elektrische meting en lassen. De lokalen zijn voorzien van nieuwe geavanceerde machines en handgereedschappen. President Santokhi benadrukte dat er niet moet worden neergekeken op technische richtingen. En vooral die ouders, stimuleer je kinderen ook om te gaan naar die technische richting. Ja, alle ouders willen hun kinderen als een professor, een dokter, een meester, een doctorandus zien. Maar in die technische richting word je ook professor, word je ook ingenieur. Word je ook dokter, word je ook dokter anders. Maar daar ligt die toekomst. En ik ben gegaan naar het boorschip van Apache, waar ze olie boren. En op het schip werken ongeveer 300 mensen. Maar ik heb geen enkel meester in de rechten daar gezien. En geen enkel econoom daar gezien. Allemaal technocraten. En dat is wat deze school betekent. Als wij zeggen we worden een van de rijkste landen in de wereld, samen met Guyana, in die oil en gas, dan moeten we nu, we zijn in feite al een beetje laat, we moeten nu gaan investeren in die technische richting. Binnen dit project zijn er 39 praktijklokalen op 12 scholen bijgebouwd of gerenoveerd en voorzien van machines en gereedschappen. Deze praktijklokalen zijn verspreid over 6 districten, met name Wanica, Paramaribo, Marowijnen, Kommewijnen, Saramaka en Nikeri. Het staatshoofd gaf aan dat deze school gezien moet worden als toegang tot de moderne technologische ontwikkeling die hard nodig is in Suriname. Maar ik heb wel één vraag aan de jongeren gisteren gesteld. Wat is jullie grootste uitdaging? We hebben allemaal nieuwe bedrijven. En wat denk je dat de grootste uitdaging is? President, we kunnen geen werknemers vinden. We kunnen geen arbeiders vinden. Dat is Suriname nu. Werkloosheid, zo lang. Maar zoveel heeft men aan werk nodig. En toch lukt het niet. En dit is niet alleen Suriname. Dit is heel Caribisch gebied. Dat is een probleem. Als je het land wil ontwikkelen. Maar soms heeft men werknemers nodig met technische skills. Ik ben eergisteren gaan naar die mall daar, zo, dat is een Braziliaan day. Er gaat een grote mall daar komen. En die eigenaar, klaute president, heeft me aan Rokomang. Ik heb koks nodig. Ik heb mensen nodig in de bar. Ik heb security mensen nodig. Ik heb verkopers nodig. De totale kosten voor de bouw en inrichting van de 39 praktijklokalen landelijk zijn $8,7 miljoen. Voor de bouwwerkzaamheden en de aanschaf van de machines ten behoeve van praktijkcentrum Lelydorp is er ruim $1,7 miljoen betaald.
De bouw is gestart in december 2020 en heeft 16 maanden geduurd.